Ja, zoals eerder gezegd, nogmaals welkom en goedenavond. Dus heden is de reguliere persconferentie van de regering. De regeringsraadvergadering is nog gaande. Maar we gaan nu de minister van Volksgezondheid de gelegenheid geven om een korte presentatie te houden. Minister, alstublieft. Dank u wel, directeur. De directeur van Volksgezondheid is vandaag heeft moeten inspringen als conferentie, omdat de regeringsvergadering momenteel nog gaande is. Maar aangezien de afspraak ook met de pers is om 6:30 of om 7:00 te starten, dat wij vroegtijdig de regeringsvergadering hebben verlaten. Laat me u al een goede avond wensen. Aanwezige media, maar ook de samenleving en iedereen die deze persconferentie volgt. Goedenavond. We zijn vandaag als ministerie van Volksgezondheid aanwezig, samen met de directeur van Volksgezondheid, de heer Dr. Gael Ersekoel en mevrouw Claudia Redan, in de hoedanigheid van directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, om de samenleving en de aanwezige media uiteraard de laatste ontwikkelingen te geven met betrekking tot een zeer actueel onderwerp in de afgelopen dagen. Dat is namelijk het wegtrekken van gespecialiseerd kader richting het buitenland, met natuurlijk de risico's en consequenties voor de Surinaamse samenleving. En we willen gebruik maken van deze gelegenheid om u ook straks in de gelegenheid te stellen vragen te stellen, regarderende het betreffend onderwerp, maar ook andere vragen met betrekking tot de volksgezondheid. Dus het is alleen het ministerie van Volksgezondheid die vandaag de regeringspersconferentie gaat beheersen. In de afgelopen dagen werd de media en werd de samenleving via de media opgeschokt of geschokt door een bericht dat er een serieus probleem is op onze kinderafdeling, namelijk de NICU-afdeling, de neonatale intensive care unit bij het AZP. Onze enige neonatale intensieve afdeling wordt geclassificeerd als een tertiaire afdeling. Dat is een supergespecialiseerde afdeling die topklinische zorg biedt aan een segment van de samenleving, van de zorgvragers, in dit geval onze pasgeborenen. Dat er in elk geval gevaren zijn en risico's zijn in de zorgcontinuïteit aan de zorgvragers. En dat er ook melding is gemaakt van het overlijden van baby's. Ik wil gelijk hierop ingaan, omdat dat denk ik het heethangijzer is. En we gaan zo meteen bij de presentatie nog verder op in. Maar laat me aangeven dat wij zijn gerapporteerd vanuit het AZP. Via het AZP dat er zich gevallen hebben voorgedaan. En naar mening van het ministerie van Volksgezondheid, dat is op dit moment de statement, dat wij met de directeur van Volksgezondheid en het medisch team van AZP nader onderzoek verrichten naar de gemelde gevallen en dat wij voor dit moment daarmee willen volstaan, omdat het om gevoelige informatie gaat die ook nog met de kinderartsen et cetera bekeken moet worden en ook nog de relatie gelegd moet worden naar mogelijke oorzaken van overlijden. Maar dat neemt niet weg uiteraard dat wij het grotere probleem vandaag ook moeten gaan bespreken. We hebben dus te maken gehad met een melding, maar ik moet u zeggen, we zijn al geruime tijd als regering bezig met onze ziekenhuizen, met name het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar, en daarom ben ik blij dat ook mevrouw Redan aanwezig is om straks in te gaan op een aantal vraagstukken. U weet, het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is het hart van de zorg in Suriname, met name als het gaat om unieke afdelingen die nergens anders in Suriname terug te vinden zijn. Zo hebben we de enige SEH, behalve Nikeri, is er ook nog in het Academisch Ziekenhuis de enige SEH die rechtstreeks toegang biedt tot interventies, tot invasieve procedures, tot tertiaire zorg, tot neurochirurgie, tot kindergeneeskunde, tot cardiochirurgie en noem het maar op, orthopedie en traumatologie, dat is ook alleen bij het AZP. Dus het AZP, dat is even om in te leiden, is een, laten we zeggen, het hart van de zorg, zo ben ik gestart. Maar
is ook aangewezen in de loop der tijd vanwege haar rol als academisch ziekenhuis in het verlenen van tertiaire zorg aan de Surinaamse samenleving. Of ja, aan mensen die in Suriname aanwezig zijn. En zo is dus ook de NICU een van de afdelingen. Met betrekking tot het vraagstuk van het vertrek van specialistische zorgwerkers is er in het geval van vanaf ons aantreden als regering deze kwestie heel nauwlettend gevolgd. U weet dat wij aantraden in een COVID-pandemie. En u gaat straks zien in de cijfers over het vertrek van zorgwerkers, want die houden wij ook bij op onze inspectieafdeling op het ministerie. De inspectie van verplegende en verzorgende beroepen, dat is IVV. Daar houden we de cijfers bij. En we houden de cijfers heel nauwkeurig bij, omdat iedereen die beëdigd wordt als een verpleegkundige, wordt beëdigd door de directeur van Volksgezondheid. Iedereen die om een of andere reden het land wil verlaten, moet zich ook melden bij het ministerie van Volksgezondheid voor de legale procedures om in aanmerking te komen voor verklaringen of noem het maar op, diploma's, waarmerken, etc. Dus dat wordt allemaal bijgehouden. Dus de beëdigingen en de registraties, die worden allemaal op het ministerie bijgehouden. En wij willen vandaag, we gaan het proberen zo professioneel mogelijk te houden. Ik zal ook een beroep doen op de media om rekening te houden met de gevoeligheid van deze kwestie. Waarbij wij feitelijke data willen presenteren en willen aangeven op welk moment in de tijdlijn tussen 2020 en 2024 het ministerie, CQ, de regering, in overleg met de ziekenhuizen een aantal interventies heeft gepleegd. Het is namelijk zo dat in de afgelopen dagen na dit bericht wij geconfronteerd geraakt zijn met diverse analyses, diverse statements, diverse uiteenzettingen van deskundigen, misschien in het ziekenhuis, maar ook buiten het ziekenhuis. Ook mensen die vanwege andere belangen, zij het politiek of vanwege andere, met natuurlijk de intentie neem ik aan, verbetering te brengen in de situatie, zich hebben geuit over de situatie. Maar er is niemand die zich heeft aangemeld op het ministerie om te vragen, maar wat is eigenlijk het probleem? Hoeveel personen zijn eigenlijk vertrokken? Daarover is niemand uitgekomen. En daarom zijn we hier om wat data te presenteren. En dan ziet u ook, wat zijn de gevoeligheden, waar zijn de kwetsbare afdelingen, wat zijn de afdelingen waar wij snel moeten ingrijpen. Maar ik ben in elk geval wel blij dat er in bepaalde van deze analyses ook aangegeven is dat Suriname onderdeel is van de regio, deel is van de wereld, waar er ook een globaal migratievraagstuk speelt van zorgwerkers. En dat speelt eigenlijk al lang, maar post-COVID, in de post-COVID fase, is in vrijwel de hele wereld de migratie van zorgwerkers geïntensiveerd, /toegenomen. En je kan je niet voorstellen met de ontwikkelingen die je allemaal ziet in de wereld. Maar we moeten onze ogen natuurlijk niet sluiten voor die ontwikkeling. We moeten onze ogen juist heel wijd open houden om te kijken hoe Suriname, op zijn zachtst gezegd, de minste schade kan leiden in deze hele ontwikkeling. En om het maar even op te noemen, ik ben ook lid van de ministers van het Caribisch gebied, of een van de collega's. En ook in de regio hebben wij eigenlijk vrijwel wekelijks discussie via app, via virtuele consultaties over het migratievraagstuk. Omdat niet alleen Suriname, Suriname is wel uniek omdat we het enig Nederlands sprekend CARICOM lidland zijn, waar eigenlijk ook direct de aandacht gevestigd wordt vanuit met name Nederland en de overzeese gebieden voor het recruteren van zorgwerkers, gewoon simpel vanwege de taal. Maar ook de andere eilanden hebben enorm grote problemen. Vlak in het westen, in Guyana, maar ook Jamaica, Barbados, de cijfers zijn daar. CARICOM, de COSAT-meeting daar, is er ook zelfs een heel uitgebreide discussie over geweest. Welke veiligheidsmechanismen moet je als land inbouwen om jezelf te beschermen? Welke mogelijkheden moet je introduceren of interventies moet je introduceren
om de motivatie bij zorgwerkers verder te verhogen. Om daarmee ook die hele het hele zorgsysteem te beschermen, maar ook die samenleving te kunnen garanderen dat zorgcontinuïteit aanwezig zal zijn. Dus ik wil dit even benadrukken, omdat ik soms zelf conclusies hoor die zelfs niet feitelijk verder zijn onderzocht van er is one beleid in het land, er is one beleid vanuit het ministerie, dus daarom trekken mensen weg. Nou, dan vraag ik, hoe doen dan Nederland, hoe doet dan Zwitserland, hoe doen landen waar er stabiele economieën zijn, bloeiende ontwikkelingen zijn, die ook te maken hebben met tekorten op cruciale afdelingen. Want daar trekken ook mensen weg naar veel beter betalende landen. Dus we moeten dat allereerst vasthouden. En we moeten onze ogen daarvoor niet sluiten. Het is een realiteit. En met die realiteit moeten wij als Suriname kunnen dealen. Het heeft, denk ik, geen zin om politiek te spelen, politieke inmenging te hebben in een ontwikkeling die wij niet onder controle hebben, die de wereld niet onder controle kan hebben. Maar het is natuurlijk wel typisch dat wel in deze periode gebruikt kan worden als er zijn een politieke issue en het wordt gerefereerd naar one beleid. Dus we gaan daarop nog terugkomen. Maar misschien is het goed om even gelijk van start te gaan met de eerste slide. Ik weet niet of dat ook voor de kijkers zichtbaar is. Maar de aanwezige media kan het hier zien. U ziet, we zijn een beetje teruggegaan naar 2014. Want dat is het, denk ik, het laatste jaar die ik kon vinden. Daarvoor waren niet echt statistieken nog beschikbaar. Of moeten echt in de boeken gaan kijken. Maar digitaal hebben wij dit overzicht kunnen presenteren voor u. En we hebben een onderscheid gemaakt tussen algemene verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, alle groepen die u daaronder ziet. Ze worden zo een beetje geclassificeerd als ze zijn de gespecialiseerde verpleegkundigen. Dat zijn verpleegkundigen, mevrouw Redan, corrigeert u mee. Zijn verpleegkundigen met een extra diploma of een extra skill. Die is bijgebracht middels een opleiding. En daar zien we bijvoorbeeld anesthesieassistenten, intensive care verpleegkundigen, dialyse, oncologie. Dit zijn de cijfers vanuit het ministerie van Volksgezondheid. Laat me dat duidelijk zeggen. Want ook het AZP heeft cijfers, daar hebben we ook wat overzichten van zo meteen. Maar u ziet eigenlijk, en u ziet ook daar, dat eigenlijk we pas een trek zagen van gespecialiseerde verpleegkundigen na de periode 2018-19. Daar begon eigenlijk de trek. U ziet in 2018, als u kijkt tussen 2014 en 2017, zien we bijna geen trek. Het is een normale trend, denk ik. Mensen gaan weg. Maar in 2018 zagen we 129 verpleegkundigen vertrekken. In 2019 was dat 106. En heel duidelijk is te zien dat tijdens de actieve COVID-periode, en dat zie je ook als je kijkt naar cijfers in de wereld. Die cijfers hoef ik niet, zijn globaal, zijn allemaal te downloaden, je kunt ze allemaal bekijken. Ziet u ook dat in 2020 en 2021 het vrij rustige jaren waren voor wat betreft de migratie. En dat geldt ook voor Suriname. 1. Mensen konden niet reizen, dat was, u weet het, er waren reisbeperkingen. 2. Er waren grote uitdagingen met COVID, dus eigenlijk kon er niemand, diensten functioneerden niet optimaal, et cetera. Feit is, we zien ook in Suriname dat in 2020 en 2021 de trek naar het buitenland, of ja, de vraag naar bevoegdheidsverklaringen, want daarvoor heb je het nodig om weg te gaan, ook lager was. En in 2022... U weet, 1 april 2022 hebben wij in Suriname officieel, laten we zeggen, de COVID-pandemie, de ernstige COVID-pandemie-situatie afgekondigd en gestopt en gezegd, we gaan dat nu incorporeren in de reguliere zorg. En u ziet wat er in 2022 gebeurt. Ineens vertrekken in dat jaar 190 algemeen verpleegkundigen. Let wel niet, u moet niet alleen kijken naar algemeen verpleegkundigen, kijkt u ook naar de gespecialiseerde verpleegkundigen. In dat jaar vertrokken ook 13 intensive care verpleegkundigen. En ik zei net, het AZP heeft intensive care, maar ook het Slans Hospitaal heeft een intensive care. Ook het Diakonessenhuis heeft een intensive care, klopt dat? Of een medium care. En ook het Mungra Medisch Centrum heeft een medium care. Dus het heeft niet specifiek alleen te maken met het AZP. Maar u ziet ook operatieassistenten, dat er 5 vertrokken zijn. En we zijn een klein land, dus het aantal van 13... U snapt wel wat er gebeurt, wat er kan gebeuren
als dit ineens gebeurt, dat het functioneren van die afdeling zwaar onder druk komt te staan. Dat heeft ook geleid in 2022, nadat dit jaar is afgelopen, dat met name de overheidsziekenhuizen, het ODO, dat is het overlegorgaan van directies van overheidsziekenhuizen, al vroeg in 2023 bij, op het ministerie van Volksgezondheid bij mij waren om te praten over deze verontrustende ontwikkeling. En u weet het ook dat we in 2023 al vroeg in het eerste kwartaal al de voorbereidingen hebben getroffen voor het toekennen, want dat was het eerste wat eigenlijk gerealiseerd kon worden, van een brain drain toelage. Dat is per 1 april 2023 geïntroduceerd, na een goede voorbereiding, na een goede inventarisatie van wat moeten we doen, wat kunnen we doen, wat zijn de budgettaire mogelijkheden, hoeveel kunnen we gaan uitkeren, wie moet wat krijgen. En daar is er een hele indeling gemaakt, eigenlijk kan je zeggen ook bijna op basis van de specialisaties binnen de verpleegkunde. En dan hebben we gehad dat er dus bedragen zijn vastgesteld in overleg met de ziekenhuizen. En we hebben getracht middels een financiële incentive de motivatie te vergroten en daarmee de trek te beïnvloeden. Echter leek het alsof de groep die is vertrokken hun zinnen al had gezet en doorgegaan is met hun plannen om te vertrekken. Want in 2023 zien we 266 algemeen verpleegkundigen vertrekken, maar u ziet ook 8 operatieassistenten. U ziet ook 6 IC-verpleegkundigen, dus in 2 jaren 19 IC-verpleegkundigen. Waarschijnlijk heeft het AZP ongeveer dezelfde trend, maar het is in die orde. Dialyseverpleegkundigen, die ook vertrokken. En dat noopte ons uiteraard om verder te gaan nadenken over de gevolgen van deze trek. Intussen moet ik zeggen dat het AZP, en dat gaat u ook zo meteen ziet, wel beseft heeft dat die uitstroom mogelijk niet te beïnvloeden is. Je kan het niet opleggen, verplichten. Maar dat er wel iets gedaan kan worden aan de instroom. Dus het AZP, en los van het COVAP, want u weet dat COVAP is het centrale opleiding van verpleegkundige aanverwante beroepen. Die heeft reguliere opleidingen. Er zijn elk moment meer dan 1000 studenten, denk ik, op het COVAP. En daar studeren ook elk jaar iets van 200 zorgprofessionals af. Dus het probleem ligt niet primair, of laat me het goed zeggen, het probleem ligt niet voornamelijk bij het wegtrekken van algemeen verpleegkundigen, omdat de instroom van algemeen verpleegkundigen eigenlijk wel gegarandeerd is. Maar het opleiden van gespecialiseerde verpleegkundigen, dat moet gaan volgens 1. Een planning, er is een bepaalde duur verbonden aan het opleiden. En uiteraard moet je ook proberen om, wanneer ze afgerond hebben, dat ze ook zoveel mogelijk en zo lang mogelijk blijven in het land. Dus je merkt ook uit de cijfers dat wij als regering samen met de ziekenhuizen een interventie hebben moeten plegen in 2023 op basis van de ontwikkelingen in 2022. Om middels een financiële incentive na te gaan. En ik denk dat het idee was ook om te piloten. Want de rapporten internationaal zijn beschikbaar. Gezaghebbende instituten zeggen, je kan incentives geven, het is een van de mogelijkheden. Mensen trekken niet alleen weg om financiële redenen, mensen trekken ook weg om een beter perspectief voor zichzelf, om kinderen misschien die verhuizen of die gaan studeren, om het ontbreken van andere secundaire voorzieningen, om belastingredenen, of noem het dat ook. U weet, de regering heeft ook maatregelen afgekondigd van minimumuurloon, van belastingvrije grens. Er zijn koopkrachtvoorzieningen ook toegekend. Ook zorgwerkers in andere lijnen, zoals de eerste lijn, zijn in aanmerking gekomen voor een koopkrachtversterking. Ziekenhuizen, deze voorziening in de brain drain toelage. En in 2024 merken we dat het doorzetten van het doorbetalen van een incentive misschien wel enigszins effect heeft gehad. Je merkt het ook misschien, we zijn nu in augustus en het aantal van verpleegkundigen is 174. We weten nog niet wat er in de komende 3-4 maanden gaat gebeuren. Maar u ziet wel dat bij de gespecialiseerde verpleegkundigen er wel een trek is van gespecialiseerde verpleegkundigen. En op de ene afdeling iets meer, op de andere iets minder. Maar het is wel een feit dat er een trek is van gespecialiseerde verpleegkundigen naar het buitenland. En
Je kan dan natuurlijk diverse dingen doen. Je kan ook gewoon doorgaan met wat je doet en kijken wat er gebeurt. Maar je moet blijven opleiden. Dat is het eerste policy is geweest. Opleidingen starten. En ik wil gelijk, denk ik, als ik vraag aan de mensen van, die de livestream monitoren, om te gaan naar deze slide. Het opleiden vanuit het AZP. We hebben ook cijfers van het COFAP. Daar hebben we ook overzichten van. Helaas ben ik niet in de gelegenheid geweest dat in deze slide te plaatsen. Maar de directeur heeft die informatie. Als u ziet hier, is het beeld al zichtbaar op het scherm? Oké. We zien hier een overzicht van een aantal opleidingen. Want ik zei net, die uitstroom is er. Maar je moet ook een instroom creëren. En die instroom, algemeen heb ik uitgelegd. Dat is COFAP, die verantwoordelijk is, hoofdverantwoordelijk is. Maar in die gespecialiseerde opleidingen heb je uiteraard vanuit het opleidingsinstituut AZP een aantal initiatieven gehad. U ziet al dat er een aantal zijn afgerond. Kinderverpleegkundigen, dialyse technicians, verpleegkundigen. Maar ook IC, operatieassistenten, kamerassistenten, medische beeldvorming en radiologie. En u ziet daar ook de startdata en einddata wanneer deze groepen moeten afronden. Dus de tweede tabel dat u ziet onderin, dat is de lopende opleidingen. En er zijn ook, misschien kunt u dat even uitleggen straks, directeur, maar zijn ook, kunt u naar de volgende slide gaan, de faciliterende opleidingen die het AZP ook biedt aan een aantal groepen, waarvan denk ik de meeste al in afrondende fase moeten zijn. Maar u ziet het daar, spoedeisende hulp, radiodiagnostisch laborant, radiotherapeutisch laborant, sorry, het zijn verschillende groepen die gestart zijn. Dus het beleid is geweest. Incentives geven, opleiden, kijken naar randvoorwaarden die nog verder gecreëerd moeten worden. Zoveel mogelijk praten met zorgwerkers om te identificeren waar de knelpunten zijn. Wat moet eraan gedaan worden? Ik moet zeggen, ik denk, misschien kunt u straks daarop ingaan. Wat de knelpunten zoals zijn, wat de werkers wensen, wat ze nog meer verlangen. En zeker wat is genoemd, een van de zaken is een loonstructuur voor de zorg. Daarop kan ik zo meteen ingaan. Maar ook andere zaken. Ik kan me heugen dat in 2021 de bond van het AZP aanwezig was. En zeg van, er zijn 220 personen, denk ik, van wie de rechtspositie nog niet is geregeld. Dus dan gaat u na, het is een landsbedrijf. De wet schrijft voor dat als een contract 2 keer verlengd is, dat de persoon automatisch aanspraak maakt naar de tweede verlenging op een vaste aanstelling bij de overheid. En we hebben deze groep samen met de directie en de bond opgepakt. De informatie is vergaard en nog recent zijn de vaste aanstellingen, de beschikkingen getekend. Dus van die 220 personen, min of meer, zijn die personen ook hun rechtspositie geregeld. U snapt dat dat ook onzekerheid geeft. Als je op contractbasis in dienst bent, maar je werkt al 8-9 jaar voor het ziekenhuis, dat je ook een vaste aanstelling wil hebben om die zekerheden voor de toekomst. En dat hebben we ook gerealiseerd. Er zijn nog een aantal andere zaken die lopen. En we werken dus continu op dat vlak om daar verder op te gaan. Dus uiteraard zijn er constant uitdagingen ook. De organisaties internationaal geven ook aan. Je moet rekening houden met push- en pull-factoren. Push- en pull-factoren. De push-factoren daar is eigenlijk dat de randvoorwaarden in het land of de omgeving waar mensen werken zich zodanig zijn dat zij eigenlijk geduwd worden uit het land. Ja? Ik praat over een salaris, ik praat over goed functionerend apparatuur, ik praat over een veilige werkomgeving, ik praat over secundaire voorzieningen, ik praat over belastingvoorzieningen. Dat zijn allemaal omstandigheden, maar ook macro-economische stabiliteit in het land. Is bepalend als er een pushfactor, hoe ernstig die pushfactor is. Aan de andere kant is er een pullfactor bij brain drain, waarbij landen die in staat zijn budgetair zwaar te investeren in het opzetten van robuuste gezondheidssystemen, heel veel geld tegenaan gooien om personeel uit het buitenland dus voor hun te recruteren. En dan kijken ze niet naar landen met vergelijkbare economieën, maar landen met fragielere economieën, ontwikkelingslanden waar er gerecruiteerd wordt. Vandaar dat u ziet dat met name in het Caribisch gebied, Latijns-Amerika, Suriname, maar ook in Afrika
en Azië er vooral heel veel gerecruiteerd wordt. Dus die pullfactoren zijn heel soms zelfs overheersend dan een pushfactor. En dat leidt uiteindelijk tot een netto verlies voor jou als land. Dat is het verhaal rondom de brain drain. En ik tracht hiermee aan te geven dat er divers, het is niet makkelijk één op één. Het is een complex vraagstuk waar zelfs landen, zelfs wereldorganisaties als de WHO constant hun lidlanden bijstaan, ondersteunen, begeleiden in dit traject met als doel de kwetsbaarheid van je systeem zo min mogelijk te hebben, zo laag mogelijk te houden. En daarom dat we hebben gezegd, we hebben een aantal oplossingsvoorstellen bedacht in dit traject. En we zijn dus, u ziet het hier ook, als ik even naar de volgende slide mag. Dat is van het AZP zelf voor het jaar 2024. Het is allemaal data die wordt bijgehouden per afdeling. En u ziet op de verschillende afdelingen hoe die ontwikkeling is gewoon van instroom en uitstroom. Want we horen heel veel over de uitstroom, maar er is ook een instroom. Als die instroom er niet was, was het systeem al lang in elkaar gestort. Vandaar het belang van die opleidingen en dat het ministerie ook zegt, wij moeten de ziekenhuizen ondersteunen als het gaat om opleiden. We moeten systemen creëren, we moeten de financiële middelen proberen veilig te stellen voor de ziekenhuizen, maar ook voor het COFAP, ook voor de medische zending, om opleidingen te blijven doen, omdat je rekening moet houden met dat vraagstuk van brain drain. Dus je ziet daar de ontwikkeling van het jaar 2024 in het AZP. Wat gaan wij doen en wat hebben wij als regering voorbereid? En ik wil toch voordat ik daarnaar ga, even deze slide presenteren. Is dat in beeld nu? Ja. Omdat we heel veel hebben gehoord over NICU en over sterfte van kinderen, sterfte van baby's. En ik wil heel rationeel kijken naar deze cijfers, waarbij we moeten vaststellen, 1. Dat een NICU-afdeling, en er zijn doktoren hier, een NICU-afdeling is een intensieve afdeling waar geen reguliere patiënten worden aangeboden. Het zijn patiëntjes die met een bepaalde overlevingskans binnenkomen en middels intensieve zorg, bewaking en andere zaken getracht wordt door professionals het leven te bewaken met een goede uitkomst uiteindelijk. Echter moeten wij onze ogen niet sluiten dat van een aantal opgenomen patiënten, en dat geldt ook voor de volwassen IC, dat geldt ook voor de CCU, dat geldt ook voor elke gewone reguliere afdeling in het ziekenhuis, dat er ook een percentage van personen kan overlijden. En u ziet hier, dit zijn gewoon statistieken van het ziekenhuis. We hebben getracht vanaf 2018 de cijfers bij elkaar te brengen. En u ziet dat er een bepaalde trend is, waarbij de opnames in het blauw aangeven hoeveel patiënten zijn opgenomen in het jaar en hoeveel daarvan zijn overleden. Let wel, het overlijden kan verschillende factoren hebben. Het overlijden kan zijn als gevolg van een slechte prognose, als gevolg van een slechte uitgangssituatie. Het kan zijn een trauma, het kan diverse oorzaken hebben dat ertoe leidt dat een kindje komt te overlijden. We hebben die ontwikkeling gezien. U ziet het daar ook op het scherm. Die conclusie, er kunnen diverse conclusies getrokken worden. Feit is, we zien dat er met uitzondering van het jaar 2021, waar de uitdagingen van de NICU ook groot waren, u kent die discussie nog, dat er eigenlijk een vrij stabiele trend is wat betreft het overledenscijfer op de afdeling NICU. En het kan uiteraard beter en het moet ook beter. Want elk één welk overlijdt, maakt niet uit op welke afdeling. We praten nu over de NICU, maar we kunnen het ook hebben over de medium care op Inikeri. We kunnen het ook hebben op een andere afdeling. Elk één welk komt te overlijden, is er één te veel. En uiteraard moeten beleidsmakers samen met ziekenhuizen, samen met directies van ziekenhuizen, managers, samen met de doktoren, zodanige policy hebben, beleid hebben, dat de randvoorwaarden aanwezig zijn, dat in ieder geval onnodig overlijden voorkomen kan worden. Ja, dus ik heb
middels deze slide getracht een overzicht te geven van het aantal opnames en overlijden op de IC, op de NICU. Ik wil dus nu even gaan, want dit is dan voor betreft de presentaties, maar we hebben uiteraard ook wel een aantal discussies gehad in aanloop naar vandaag, want we hebben de discussie gehad over, even kijken hoor, want we hebben hier, ja. Even niet vinden, maar ik kan het vanuit mijn telefoon ook bekijken. Ja, en we zijn uitgekomen gisteren met een statement, met een persbericht, waarbij het ministerie samen met de leiding van het AZP gewerkt heeft aan een aantal concrete oplossingsvoorstellen en op basis van de beschikbare mogelijkheden. En ik wil dat toch even per punt belichten, waarna ook mevrouw Redan en de directeur de gelegenheid kregen om daarop verder in te gaan. Belangrijk is dat wij als regering erkennen, er is een probleem voor betreft het vertrekken van zorgpersoneel, met name gespecialiseerd zorgpersoneel. De consequenties daarvan zijn reëel en aanwezig, de gevaren zijn ook aanwezig. De regering is nog vandaag in de regeringsvergadering bijeen geweest om de oplossingsvoorstellen ook te bespreken, die heb ik ook gedaan. En we hebben uiteraard die discussie gehad en er zijn een paar uitkomsten die wij ook met u willen delen. We hebben gehad dat met name het AZP gevraagd is om in overleg met andere ziekenhuizen te kijken hoe verpleegkundigen, gekwalificeerde verpleegkundigen ingezet kunnen worden. Ik zal de detail informatie laten voor de directeur van het AZP. Maar dat er ook gekeken wordt naar mogelijkheden van het recruteren van buitenlandse zorgwerkers. Er worden naar mogelijkheden gekeken om part-time verpleegkundigen in te zetten. Er worden gekeken naar mogelijkheden om studentverpleegkundigen onder supervisie en de geldende regels te laten functioneren als meer als ondersteuning. Er is een plan om ook met de universiteit te kijken, de medische faculteit, hoe wij wijzigingen kunnen brengen in stageprogramma's. Hoe wij dan dus ondersteuning ook kunnen bieden op deze specifieke afdelingen. Zo is er ook een plan om, hoe noemen ze het, intern binnen het AZP ook te shiften voor wat betreft personeel. Dat zijn allemaal activiteiten die het AZP gaat ondernemen en al onderneemt. Ik heb zelfs al hele goede ontwikkelingen gezien in de afgelopen 2 dagen op basis van de informatie die mevrouw Redan heeft. Verder hebben wij gezegd om de zorgwerkers op deze specifieke tertiaire afdelingen te motiveren, dat de regering op verzoek van het academisch ziekenhuis een toelage, een extra netto toelage van 5000 SRD per verpleegkundige zal toekennen, dus goedkeuren, toekennen per 1 augustus 2024. En het unieke aan deze toelage is dat het verbonden is aan criteria. En de criteria zijn ook goed vastgelegd. Er is ook goed over nagedacht. Hoe voorkomen we dat, dat niet andere personen die niet voldoen aan de criteria in een aanmerking komen, maar dat we echt deze groep die waardering, extra waardering moeten geven. Daar is er iedereen over eens. En dat is dat het zijn personen die in het bezit moeten zijn van een diploma, die bevoegd en bekwaamheid kan aantonen voor topklinische zorg. Dan praten we over de IC. Er zijn een aantal groepen bedacht aan wie wij deze toekenning kunnen geven van de toelage. En die persoon moet ook uiteraard voltijds werkzaam zijn op een dergelijke afdeling. Ik wil een voorbeeld geven dat als het zo mocht zijn dat er een IC-verpleegkundige in een perifere ziekenhuis werkzaam is, maar niet op de op een IC-afdeling, dat zo'n verpleegkundige dus niet in aanmerking komt voor een toelage. Wat krijg je eigenlijk? Je krijgt eigenlijk dat je daarmee ook stimuleert dat kundige, bevoegde en bekwame personen inderdaad richting onze topklinische afdelingen vertrekken en die move gaan maken naar het AZP. En we hebben dus dit ook besproken, dit is ook goedgekeurd, het wordt ook uitgevoerd per 1 augustus 2024.
En we zijn dus verder ook in overleg met de ziekenhuisraad om te kijken naar ook de andere ziekenhuizen die topklinische afdelingen hebben. Daarover wordt er nog het een en ander intern besproken. En dan hebben we een uitstroom, ook een maatregel voor de uitstroom van mensen. Dus om dat te belemmeren een beetje, de drempel te verhogen. En vandaag is in de regeringsvergadering een belangrijk besluit goedgekeurd. Dat is het raadsvoorstel van het ministerie van Volksgezondheid, waarbij tarieven voor verklaringen, bevoegdheidsverklaringen en registraties, slash het waarmerken van diploma's voor buitenlandse doeleinden, drastisch is verhoogd. En deze verhoging is noodzakelijk geweest, onvermijdelijk geweest, omdat je eigenlijk ook moet proberen vanuit het beleid die demotivatie, niet de demotivatie, maar ik moet zeggen, de drempel te verhogen om onze zorgsector en onze samenleving te beschermen. De tarieven waren aan de lage kant. Er werd 250 SRD betaald voor een dergelijke verklaring. 250 SRD voor een wat waarmerken van een diploma. En het voorstel is zojuist goedgekeurd om deze tarieven aan te passen. Van 250 SRD naar $1000 per verklaring. Dit is een maatregel die is genomen om de drempel te verhogen om te vertrekken. Het is geen maatregel om mensen te pesten, maar het is wel bedoeld om de nog beschikbare zorgwerkers in het land verder incentives te gaan geven, om ziekenhuizen incentives te gaan geven, om opleidingen te gaan financieren, om het een en ander te gaan doen om onze samenleving te garanderen dat er zorgcontinuïteit is. We zullen zien hoe dit werkt, maar dit besluit is zojuist goedgekeurd. Verder zal ook vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, al denk ik aanstaande vrijdag, diplomatiek overleg gevoerd worden met onder andere de Nederlandse overheid en andere buitenlandse mogendheden, om te praten over dit vraagstuk, aangezien het bekend is dat onze zorgwerkers met name de shift maken naar Nederland en Nederlands sprekende Caribische eilanden of eilanden, en dat wij op diplomatiek niveau wel het een en ander wensen te bespreken en onder de aandacht te brengen van in elk geval de Nederlandse overheid. En daarover kan ik nog niet zeggen, maar er is wel een duidelijke visie en er is ook een duidelijke vraagstelling en er is ook een duidelijke probleemstelling. Dus we gaan dat ook bespreken met op dat niveau. Dus er wordt, zoals u ziet, vanuit diverse wegen, vanuit diverse invalshoeken getracht het brain drain vraagstuk te verhelpen. Ik heb dus ook uiteraard een boodschap naar al onze zorgwerkers, omdat dat is natuurlijk ook belangrijk. Ik heb ook gezien, er zijn statements gemaakt door onder andere specialisten, door verenigingen. En ik kan u garanderen dat de regering zeer serieus werkt aan het helpen indammen van dit vraagstuk, met als doel de zorgcontinuïteit naar de Surinaamse samenleving te garanderen. En als er inhaalslagen gemaakt moeten worden, als er verder nagedacht moet worden over het verduurzamen van salarissen of het aanpassen van salarissen. Ik mag het weten, mevrouw Redan zit hier. We zijn al bezig een aantal voorstellen te calculeren en te kijken welke inspanningen verder nog gepleegd moeten worden vanuit de overheid. Om in ieder geval dit specifiek probleem, maar ook de overleving van ziekenhuizen, want het is een veel groter probleem, ook de overleving van ziekenhuizen te bewerkstelligen. Ik denk dat ik het op dit moment hierbij laat. Ik kijk even als mevrouw Redan wat toevoegingen heeft. Ja, alles. Maar ook de directeur, misschien kan de directeur. En dan hebt u de volledige ruimte om vragen te stellen. Dank u wel. Dank u wel, minister.
Ik denk dat ik een paar kleine aanvullingen heb. En dat is in principe, u zei de beëdiging van verpleegkundigen. Inderdaad, valt dat onder het ministerie en de directeur van Volksgezondheid die behoort dat te doen. Gelukkig heb ik ondersteuning van het hoofd van IVV, mevrouw De Baas, die de gedelegeerde bevoegdheid van de directeur van Volksgezondheid krijgt en die vaak de beëdigingen namens de directeur van Volksgezondheid doet. En dus daarmee belast ik vaker de afdeling inspectie voor verpleegkundigen en verzorgenden. Verder is het duidelijk dat u aangegeven hebt welke mensen in aanmerking komen voor de toelage voor tertiaire zorg. Zorg dat een zeer gespecialiseerde opleiding nodig heeft. En ik denk dat het duidelijk moet zijn dat mensen gestimuleerd worden om te kiezen voor deze opleidingen. Dus basisverpleegkundigen zal ik oproepen om te kiezen voor de opleidingen die de vaardigheden van klinisch topzorg aanleren, zodat je ook de nodige zorg die de samenleving behoeft, dat je die kan verlenen in de samenleving. En ook een oproep aan alle anderen die naar werk zoeken om de opleiding in de zorg te doen. Er is werkgelegenheid daar. Werkgelegenheid niet alleen in Suriname, maar u ziet het in de hele wereld. Er is minimaal 15 jaar werk volgens de berekeningen van vele rijke landen kunnen zij voor 15 jaar lang extra verpleegkundigen absorberen. Dus het is in principe een baanzekerheid als u kiest voor die opleidingen. Dat wilde ik van deze plaats zeker doorgeven. Wat betreft het verhogen van de drempel om weg te gaan, kan ik u aangeven dat we sinds juni 2023 een 10-maal verhoging hebben geïmplementeerd van 25 SRD naar 250 SRD. U ziet aan de cijfers dat zeker niet voor een belemmering heeft gezorgd. Dus nu met deze verhoging dan kunnen wij met de gelden die binnenkomen, kunnen we ervoor zorgen dat er toch nog wat opvang kan zijn binnen de afdelingen waar wij de zorg het meest nodig hebben. Minister, ik denk dat ik dan de aanvullingen heb gepleegd. Ik weet niet of directeur dan nog wat aanvullingen, nog niet. Dan kunnen wij overgaan tot vragen. Ja, dank u wel. Er is geen conferentie, dus we gaan het proberen zo veel mogelijk onder de verantwoordelijkheid te plaatsen. Ja, goedenavond. Gloria Botsen. Een vraagje. U heeft net een grafiek laten zien. Kan ik daar even naar terug gaan kijken? Want ik zag volgens mij van de NICU, die met die blauwe balken. 2018 volgens mij zag ik een opname bij de NICU van 400 zoveel. En in 2023 van mij 200 zoveel. Betekent dat er minder zieke baby's geworden worden? Of dat er een weigering is al geweest om opnames van kinderen? Heeft hij niet laten zien. Ik heb hem een screenshot van gemaakt. Ja, hier. We zien een opname 406. En u ziet in 2024 143. Mijn vraag is, ligt het aan dat er gezonde kindjes worden geboren? Of dat er veel meer weigeringen is? Ik was vorig jaar bij de NICU op bezoek. En daar werd er toen al aangegeven dat zaken niet goed lopen. U heeft net in uw heel veel wat u gezegd heeft, gezegd nauwlettend volgt u de zaken. Maar blijkbaar is die nauwlettendheid onvoldoende, want we zitten met toch heel veel problemen. Vandaar ook dat ze vandaag op straat zijn. Daarnaast heeft u het gehad over dat mensen politiek spelen. Er zijn kindjes doodgegaan. Volgens mij heeft dat niet met politiek te maken. Hoe komt dit? Dus die daling, is dat een goede zaak? Vroeger, NICU had hoeveel bedden eerst? Zeg maar 2015, 18 of 17. Hoeveel bedden hebben we nu?
Oh, ik mag nog één vraag stellen. Oké, en de uitstroom kun je volgens mij stoppen met salarisverhoging. Oh ja, nog één vraag. U heeft het gehad over de mensen die... Sorry hoor, we hebben ruimschoots de tijd. De minister heeft het uitgenomen om alles uit te leggen. Dus zoveel heeft u gezegd. U heeft aangegeven dat er de mensen die nu zeg maar weggaan... is niet alleen maar vanwege een salarisontevredenheid, maar ook van... betere zaken. U heeft ook het voorbeeld aangehaald van Nederland, waar ze NICU's hebben, maar ze hebben volgens mij, ik heb even opgezocht heel snel, daar hebben ze 9 en wij hebben in Suriname maar 1. En ik denk, de vraag is, laat me met mijn vraag staan, nu kom ik met een verhaal, net als u, dat is niet de bedoeling. Mijn vraag is, wat is er concreet gebeurd om dit soort zaken tegen te gaan? Want u zegt nauwlettend gevolg, maar wat is nauwlettend geweest en op welke manier is dit te verklaren. Dank u wel. Ik zal even gelijk ingaan op uw vragen. Ik denk dat u het op prijs zou stellen dat ik zo uitvoerig inging op de zaak. Want dat is het. Je moet informatie krijgen en dan kan ik het niet in 2 minuten vertellen. Dus ik heb mijn tijd genomen om het te vertellen. Nauwlettend in de gaten houden. Ik heb net gezegd, je moet data hebben en statistieken. Als je beleid wil maken. En ik heb het gehad over deze slide. Waarbij wij ervoor zorgen dat al onze statistieken voor betreft het vertrek. Niet vertrek, maar verklaringen afstaan. Dat geeft ons een indicatie over de trend van migratie van personeel. Ja, want mensen komen ook voor bevoegdheidsverklaringen. Bijvoorbeeld een vervolgopleiding. Maar we houden dus het allemaal bij. Dit heeft allemaal te maken met, dat zeg ik. We volgen ontwikkeling. Maar ik bedoel met nauwlettend dat je betrouwbare data moet hebben. En tweede is, ik heb net gezegd, als u goed kijkt naar die cijfers, dat in 2023, al vroeg in 2023, nadat het jaar 2022, je bent in een heel jaar, je ziet ontwikkelingen vanuit de ziekenhuizen. Natuurlijk komen berichten binnen van, we zien een toename van vertrek van personeel. Je wacht het jaar af en je kijkt hoe de ontwikkelingen gaan, betekent, het is een uitstroom. Ik heb net gezegd, we moeten ons ogen ook openen voor die instroom. Want er is ook een instroom. We moeten niet een beeld creëren dat er geen instroom is. Er is niet alleen een leegloop. Het bloed moeten we stelpen, maar er wordt ook bloed getransfundeerd of het bloed wordt gegeven. Dat is een instroom en een uitstroom. Dat is een balans creëer je, en dat ziet u hier in dit overzicht van AZP, waar instroom en uitstroom ook wordt bijgehouden. Dus ook het AZP houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en trekt ook op tijd aan de alarmbel van luister, we zien hier op een bepaalde specifieke afdeling toch wel een behoorlijk vertrek met de nodige consequenties. En daarom dat ik zeg in 2022 zijn er 190 vertrokken na de COVID-pandemie. En slaat inderdaad, sloegen de directeuren van ziekenhuizen alarm bij het ministerie van Volksgezondheid om iets te doen. En dit wat iets doen was het introduceren van een brain drain toelage, omdat bekend was dat de lonen aan de lage kant waren. En dus de netto toelage die is vastgesteld in overleg met de ziekenhuizen, zou in principe de invloed of ja de trek van zorgwerkers moeten beïnvloeden. Dat heb ik gezegd. En nauwlettend, dat bedoelen wij met dat de zaak continu wordt gemonitord. Je moet het volgen. Ik kan u nu niet zeggen hoeveel verpleegkundigen in oktober vertrekken. En ik kan u dat pas zeggen als ze al vertrokken zijn in november. Dus dan gaan we in december handelen. Snapt u me? Dus dat bedoel ik met het nauwlettend in de gaten houden. U zegt dat de mensen op straat zijn. Ik snap die vraag niet helemaal. Maar u moet misschien goed vragen, waarom zijn er mensen op straat? Die vraag moet u stellen. Ik heb geen antwoord op die vraag. Ik weet niet als de directeur van AZP weet waarom de mensen op straat zijn. Maar de echte reden weet ik niet. Ik weet het niet. Als u dat weet, kunt u me zeggen. Maar ik weet niet waarom de mensen op straat zijn. Oké? Vandaag, we hadden het over vandaag. U zegt ook dat de politiek, ik heb genoemd dat er mensen ook politieke belangen bij hebben. Dat is een realiteit.
Dat hoef ik u niet te zeggen. Er zijn ook genoeg publicaties geweest, ingezonde artikelen van politici met een bepaalde bedoeling. En ik zeg het nogmaals, u ziet vandaag die data. U ziet op dit moment die data. Ik ben benieuwd als die politici die data ook hebben gezien, al gezien voordat ze een conclusie hebben getrokken. Maar afgaan op een bericht in de media, wetende dat dit ook een ontwikkeling is, wetende dat er ook sterfte is. En ik heb nogmaals gezegd, ik ga het niet proberen emotioneel, ik probeer rationeel te reageren, rationeel te kijken naar zaken. Want als je emotioneel gaat kijken, dan gaat elke persoon die overlijdt in het land, dan zouden we daar een hele media aandacht aan moeten geven. Maar we moeten ook rationeel kijken. Er zijn trends die we volgen. Als je kijkt naar het aantal, ik heb op uw vraag over de NICU, ik ben helaas niet ingewerkt in die materie van de NICU. Wij kunnen die vragen, zou ik delegeren, naar de kinderartsen, want die zouden veel beter antwoord kunnen geven. Maar u weet ook, ik heb het ook gezegd, in 2022 waren er ook problemen in 2021 al. In 2021 waren ook al problemen op de NICU, ik heb het aangehaald zo net. En er waren problemen met de opnamecapaciteit. U weet dat ook dat er bedden zijn gesloten op de NICU in die periode. Dus er is inderdaad ontwikkeling geweest waar de opnamecapaciteit qua bedden verminderd was. Dus dat kan enigszins weer zijn invloed hebben gehad op die cijfers. Maar aan de andere kant, als je naar die trend kijkt in percentage, is daar wel een stabiele trend geweest. Nee, maar toch ben ik benieuwd naar die daling. Heeft het te maken met of heeft het te maken met het feit dat er mensen verwijderd worden? Mevrouw Botsen, u denkt toch niet dat ik alle medische dossiers ken van alle baby's die daar opgenomen zijn? Ja. Nee, ik heb het gepresenteerd om u de trend aan te geven hoe het is geweest met opnames en overleden. Meer kan ik, is onverantwoord van mij als minister als ik nu een uitspraak ga doen over de medisch inhoudelijke cases. Dat heb ik net gezegd. De kinderartsen, nee, ook mevrouw Redan, denk ik, die niet bevoegd is om als directeur van de ziekenhuis, misschien de medisch directeur, kan daar een uitspraak over doen, nadat ze overleg heeft gehad met de kinderartsen. Maar het zou goed zijn als u deze specifieke vraag stelt aan de specifieke ter zake deskundigen. Die kunnen precies aangeven als zij. Het gaat ook om gevoelige informatie soms. Misschien wil men niet alles vertellen. Maar dit is de trend. Zo werkt het als het gaat om data-analyse en datavergaring. Dus wij geven hier de trend aan. Verder Nederland. Zou je die vraag even kunnen herhalen? U heeft het voorbeeld aangehaald van overal is een brain drain, dat klopt ook wel. Maar wij als Suriname hebben een groter probleem. Dus zoals u zei, nauwlettend er bovenop moeten zitten om ervoor te voorkomen. In Nederland hebben we er 9, Suriname heeft er 1. De vraag is, wat doen wij om ervoor te zorgen dat die ene afdeling, die bedden die ze hadden, volgens mij in 2018 heb ik opgezocht, waren er volgens mij 10 bedden. Weer ingaan. En nu hebben we er volgens mij maar 7. En ik snap wel dat u zegt dat u hier niet inhoudelijker op kan ingaan. En misschien een tip om de volgende keer dan wel iemand te hebben die daar antwoord op kan geven. Want anders presenteert u iets waar ik denk, ik wil het ook snappen. Snapt u? Dus de vraag over Nederland. En u heeft ook over criteria gehad. Mensen moeten een diploma hebben, hè, om die 5000 te krijgen. Volgens mij zijn alle IC's weg, de verpleegkundigen. Mensen on the job worden getraind, worden die niet als gezien als deskundig? Nee, ik moet even ingrijpen, omdat precies dit wil ik voorkomen. U maakt de opmerking, volgens mij zijn alle IC's weg. Dan zouden alle IC's gesloten zijn in Suriname, toch? Nee, maar dat is ook niet waar. Dus als u, dat zeg ik, we presenteren hier de data. We moeten proberen, we zijn 1 natie. Ik probeer hier juist de oproep te doen dat wij heel zorgvuldig moeten omgaan met deze ontwikkeling. U constateert hier in de persconferentie dat alle IC-verpleegkundigen weg zijn uit het land. Dan zouden we de IC-afdeling per gelijk moeten sluiten. Ja, maar is dat zo? Zijn er geen NICU-verpleegkundigen op de afdeling?
Nee, ik ga dan de directeur vragen van AZP om aan te geven wat de feitelijke... Dat, dus de vraag zou moeten zijn, wat is de feitelijke of wat is de actuele... Het aantal personen welke werkzaam is op de NICU bevoegd bekwam. Goedenavond, even ter aanvulling en voor de duidelijkheid. Op onze intensieve zorg voor kinderen hebben we een bedcapaciteit van 33. En we zitten dus vandaag op 14. 14 bedden, verdeeld onder 4 voor de neonatale intensive care. We hebben er 6 voor onze high care. En we hebben er 4 voor de PICU. De PICU zijn gegeven gaat om dus de kinderen. Kinderintensieve zorg. Dus als ik gegeven al aangeef dat we van 33 en per vandaag naar 14, dan kunt u al begrijpen dat er inderdaad we te kampen hebben gehad in de afgelopen jaren met een capaciteitsbeperking. Ik wil verder gegeven moment ook nog even aangeven voor de duidelijkheid. We hebben dus, als ik me even gewoon uit het hoofd hoor, zodat ik het gegeven moment even zo doe, zijn we dus gestart met de neonatale intensive care, dat we gegeven moment die uitbreiding hebben gedaan, toen met ondersteuning van Staatsolie Foundation en natuurlijk ook nog vanuit de overheid, die toen in 2014, 2015 hebben ze gegeven moment dus ervoor gezorgd dat wij dus onze neonatale, onze kinderintensieve zorg konden uitbreiden. Dat is ook gebeurd. Hebben we op dat moment hiermee ook ervoor gezorgd om dus de nodige handen aan het bed te hebben. En dat hebben we gedaan om 1, onze eigen mensen op te leiden. Maar 2, we hadden dus toen ook al rond die periode buitenlandse verpleegkundigen werken, waaronder Filipijnen. Dat hebben we door de jaren heen voortgezet. En natuurlijk heeft u hiermee ook gezien waar we dus nu staan met betrekking tot het aantal gespecialiseerde medewerkers op onze kinderintensieve zorgafdelingen. We hebben bevoegd bekwame mensen op onze afdeling. We hebben er ook gegeven moment nog steeds de Filipijnen. En we zijn hiermee inderdaad bezig om de job te trainen. U moet begrijpen dat wanneer onze mensen vertrekken, en ik ga u gewoon eerlijk zeggen, er staan hiermee nu nog steeds ook weer in september staan er dus 5 op vertrek van onze kinderintensieve zorg. Die hebben natuurlijk netjes gemeld, dus we weten, we zijn voorbereid op dat er hiermee nog 5 zullen vertrekken. Maar elke verpleegkundige, elke gespecialiseerde verpleegkundige, we nu naar specifiek over de NICU, maar geldt ook voor alle high-care afdelingen in het ziekenhuis, betekent natuurlijk dat als je de handen niet hebt, want intensieve zorg betekent zoals wij vanuit de norm werken we 1 op 2. Dat betekent je hebt 1 gespecialiseerde verpleegkundige nodig om dus 2 patiënten te kunnen bedienen. En als je een 24/7 dienst moet rondmaken, kunt u al zelf rekenen hoeveel handen aan het bed je nodig hebt. Dus elke verpleegkundige die vertrekt, betekent voor ons dat we gegeven moment weer moeten rekenen. En als we gegeven moment, zoals we dus nu bijvoorbeeld nu al weten, dat er 5 op vertrek staan in september, dat wisten we al maanden, dus waardoor we gegeven moment natuurlijk daarop anticiperen, hebben we er ook voor gezorgd dat we in ieder geval wat wij nu ter beschikking hebben aan capaciteit, de 4 NICU-plekken, de 6 high-care plekken en de 4 PQ-plekken, we er alles aan doen om die in stand te houden. Waar willen we naartoe? Want het is al overduidelijk. Het is onvoldoende om landelijk dan kinderintensieve zorg te faciliteren binnen het academisch ziekenhuis. En het is al gegeven genoegzaam gezegd wat dus natuurlijk de gevolgen, de consequenties zijn, maar belangrijk is dat we nu werken naar hoe kunnen we 1... behouden wat we dus nu aan capaciteit ter beschikking hebben. Maar belangrijker nog, op welk termijn kunnen we ervoor zorgen dat we dus in ieder geval de NICU, want NICU gaat het gegeven echt om dus de prematuur, vroeggeboren baby's, dat we dus daar de uitbreiding hebben van 4 naar ieder geval naar 5, 6, 7 en ga zo maar door. Hoeveel hebben we op een gegeven moment landelijk nodig als het gaat om NICU? Dan kan ik op een gegeven moment gewoon het getal voor u noemen. Dat gaat op 10 plekken. En we zitten dus nu op 4. Dus u snapt, we hebben op een gegeven moment een lang traject te gaan. Hoe gaan we er invulling aan geven? Ik zei het al, de minister heeft op een gegeven moment ook al uitgebreid gesproken over opleiden. We blijven opleiden, opleiden, opleiden. En op een gegeven moment ter illustratie, we zijn een opleiding gestart met 33 verpleegkundigen, heel erg enthousiast. En we zitten dus nu met de mensen, met 16 verpleegkundigen op diezelfde opleiding voor onze intensive care afdeling, de CCU afdeling en ook dus de NICU afdeling. Dus u begrijpt, het is voor ons zeer uitdagend. We blijven bezig, maar we blijven opleiden. Naast het opleiden, om dus natuurlijk de mensen de bevoegde bekwaamheid te geven,
gaan we, zorgen we er ook voor, zoals het net ook genoemd is, on the job te trainen. Wij noemen het in principe crash courses. Mensen geven men direct inzetbaar te maken van hoe kunnen we uiteindelijk toch wel voor zorg dragen dat we die zorg in stand kunnen houden. Ik wil geen mensen ook verder met betrekking tot de opleiding. Verpleegkundigen. Ieder weet dat het academisch ziekenhuis de plek is waar haast alle zorgmedewerkers in dit land opgeleid worden. De stages lopen in het academisch ziekenhuis. De bedside teaching vindt plaats in het academisch ziekenhuis. Ook voor gespecialiseerde verpleegkundigen geldt hetzelfde. Om die reden weten we ook precies waar alle gespecialiseerde verpleegkundigen zitten in het land. En we hebben recent dus voor Slans Hospitaal, die samen met AZ heeft men ook gespecialiseerde verpleegkundigen, waar wij met hebben opgeleid, natuurlijk op onze eigen kinderintensieve afdeling, hebben wij met ook voor Slans gespecialiseerde verpleegkundigen opgeleid. Dus u begrijpt, moment wij met een dreiging op ons zien afkomen, ga je direct met naar de plek waar de handen die in principe in staat zijn, gewoon per direct ingezet kunnen worden. Dat je dus die vraagt van hier, kan je ondersteunen, zodat we verder kunnen gaan met de zorg en ons de ruimte geven om uiteindelijk moment te kijken hoe we verder kunnen schuiven. Ik hoop dat ik daar dus en toch wel zo uitgebreid mogelijk uw vraag heb beantwoord. Ja, met betrekking tot moment dus inderdaad wat de minister gepresenteerd heeft, er is natuurlijk veel meer data eromheen. Dus helaas kan ik niet er dieper op ingaan. Je kan het inderdaad geven natuurlijk met de kinderartsen uitgebreid. Maar er is natuurlijk veel meer data. De minister heeft ook gezegd van wat die geeft men natuurlijk met dus een slide die dus nu weer op het scherm staat, wilde uitleggen, is om aan te geven van ja, er zijn gegeven moment zaken gaande op een NICU-afdeling. Maar meer om dus een trend uit te zetten. Maar er is inderdaad heel veel ondersteunend data. Als je dus gegeven moment, zoals u de vraag gesteld heeft, daar gericht antwoord op zou willen hebben. Goedenavond, Amanda Palis van Key News. Dan kom ik even terug op het stukje van opleiden. Jullie alle drie hebben dus opgeroepen opleiden. Maar wat dus de specialisten ook hebben aangegeven tijdens de persconferentie is dat ook zelf de studenten vertrekken. Ze zien het niet zitten omdat ze niet de juiste waardering krijgen. Dus dan trekken ze ook weg. Hoe gaan jullie dat stelpen? Minister, deze vraag is voor u. De vakbonden, de zorgvakbonden, zijn al enige tijd bezig geweest over het aanpassen van de loonreeksen. Ook de medische specialisten hebben aangevraagd of hebben gevraagd wanneer dit kan gebeuren, omdat mensen hierdoor onder andere ook wegtrekken. U heeft ook aangegeven de nodige randvoorwaarden moeten er zijn. Welke andere randvoorwaarden missen of werkt het ministerie aan om ze toch hier te kunnen houden? Er was dus overleg geweest, onder andere met Slans, om de verpleegkundigen van hun over te brengen of over te plaatsen of uit te lenen aan het AZP om daar te bemannen. Maar in de eerste keer lukte het niet. Wat was precies daar aan de hand dat het de eerste keer niet is gelukt? En ik denk dat het een soort bereidsverklaring is nog, die is verhoogd. Wat is dat weer? Oh, bevoegdheidsverklaring is van 250 naar 1000 US dollar opgetrokken. Natuurlijk begrijpen we waarom het besluit precies is genomen. Maar het is een hele grote gap. En natuurlijk, de mensen hebben de vrijheid. Stelpt u hiermee niet de vrijheid om, de mensen hun vrijheid om te gaan of te willen werken waar ze willen gaan? En bent u dan niet bang dat u nog meer, ik wil niet zeggen chaos, maar onrust gaat creëren bij de mensen die heel erg boos zullen zijn om deze grote gap die er is. Dat is het voor nu. Dus we hebben kijk, als het gaat om studenten die wegtrekken, en het gaat het met voornamelijk om de studenten die dus nu de gespecialiseerde opleidingen volgen, betekent dat ze in principe al een verpleegkundig A-diploma hebben, al over competenties beschikken
En wat we in principe aan het doen zijn met dit soort type verpleegkundigen, is om ze dus een gegeven moment dus ook de bevoegdheid mee te geven als je ze dus opleidt. Dat ze vertrekken, ja, ik heb het ook gezegd net. Ik had het met als voorbeeld aangehaald. Dat we dus de intensive care opleiding zijn gestart met 33. En we zitten er nu op 16. Dat geeft al duidelijk aan. Toch? Dat er inderdaad op een gegeven moment ook studenten vertrekken. Maar studenten niet zozeer vanuit de school, vanuit de straat. Maar het zijn met onze eigen ervaren verpleegkundigen die we op een gegeven moment verder opleiden. Om ze ook op een gegeven moment dus die... feitelijk die bevoegdheid te geven. Feitelijk zijn ze bekwaam, maar je moet ook geven aan de bevoegdheid, zodat je verder kan gaan. Ja, kijk, kwestie een LH, een AZ. Ik vind dat ik geef me niet echt de dieper op in moet gaan. Het zijn inderdaad, kijk, we zijn natuurlijk aparte instellingen. Wij kunnen vanuit het academisch ziekenhuis een beroep doen op any hospital. Ik heb het ook uitgelegd waarom. Omdat wij precies weten waar alle gespecialiseerde verpleegkundigen zitten. Maar er zijn natuurlijk op een gegeven moment ook dat dus binnen de ziekenhuizen zijn de mensen op dat moment ook al ergens werkzaam op een afdeling. Dus natuurlijk kan het ziek AZ ook niet verwachten dat men op een gegeven moment alles neerlegt en zegt van morgen ben je, dan zijn ze daar. Maar u begrijpt dat geeft men natuurlijk, het is een kwestie van dat ziekenhuizen met elkaar bezig zijn. Uiteindelijk halen we geeft men, in dit geval hebben we ook de minister of het ministerie geeft men ook geconsulteerd in deze. Dus het zijn allemaal trajecten die along the way inderdaad geeft men zich hebben voortgedaan. Ja, dus bedankt mevrouw Redan. Ook twee vragen zijn er nog van u, mevrouw Palis, over de vakbonden. U zegt dat de vakbonden bezig zijn met LORIX, en dat de directie bezig is geweest met de LORIX, samen met de vakbonden, samen met het ministerie. Het is een ieder die constant aan het nadenken is hoe wij de lonen, laten we zeggen, en de salarissen niet alleen verhogen, maar ook verduurzamen. Omdat uiteindelijk, ik heb het voorbeeld constant aangehaald, ook vandaag nog in een ander interview met een van de mediahuizen. Toelagen zijn functioneel. En we hebben een cultuur in Suriname, een traditie gehad. Alle bonden, alle groepen die ontevreden waren in de loop der jaren over voorzieningen, die hebben onderhandeld voor toelagen. Het is een toelagensyndroom bij alle groepen, waarbij we toelagen scannen van, ik denk dat AZP 52 toelagen heeft. Ja, ongeveer. Of 40 toelagen. Dat zijn toelagen die niet door u gecreëerd, maar door in de loop der jaren, vanaf de jaren 80, heb je een verzelfstandigingstoelagen, een bewassingstoelagen, of kledingtoelagen, prestatietoelagen, vervoerstoelagen. Alles is opgelost in de jaren, in de loop der jaren, 40, 30 jaren, met toelagen. En toelagen zijn functioneel. Dus die toelagen, u gaat als u met pensioen gaat, maakt u geen aanspraak op die toelage, die brain drain toelage. Als u 60 jaar bent of u hebt al zoveel dienstjaren gehad met pensioen, nou, toelage akba, dan hebt u eigenlijk geen enkele, dan bent u aangewezen op uw bezoldiging. En we moeten eens goed gaan nadenken, en ook binnen de regering gaan er discussies op over hoe kunnen wij al die toelagen op een andere manier verduurzamen richting die werker. Want dat geeft misschien niet alleen die werker een netto winst, maar ook is er een duurzame verduurzaming van het loon. En dan krijg je ook een betere pensioengrondslag. En daarmee kan je dus ook voor je toekomst en voor je pensioenfase ook wat meer zekerheden hebben. Dus er zijn meerdere mogelijkheden. En één, het is ook niet makkelijk. De zorgsector is, je hebt overheidsziekenhuizen en particuliere ziekenhuizen. Je hebt primaire en secundaire voorzieningen. Bij de overheidsziekenhuizen bepaalt eigenlijk nog de overheid het primair loon. En het secundair loon wordt onderhandeld tussen directie en vakbonden. Bij de particuliere ziekenhuizen worden beide bepaald door de directies, toch? Door de directies van het ziekenhuis. Wil je een zorgspecifieke loonreeks hebben, dan zal je ook rekening moeten houden dat elk een werkzaam in de zorgsector conform een bepaalde loonreeks betaald moet worden. Dus ook de particuliere ziekenhuizen zullen in staat moeten zijn om
aan die loonreeks te kunnen voldoen en ook die betalingen te kunnen verrichten aan salarissen in die zorgsector. Want je kan niet een situatie hebben dat je alleen, en uiteraard weet ik dat eigenlijk nu al heel veel toelagen worden betaald, netto of bruto. En het idee is, dat zeg ik nogmaals, is het idee is om al deze toelagen in diverse scenario's te calculeren, om te kijken hoe kunnen we het incorporeren op het basisloon, waardoor we ook kunnen gaan kijken naar de meerkosten en ook de extra inspanningen die de regering zou moeten plegen, of de verzekeraars zouden moeten plegen, om budgetten beschikbaar te stellen, zodat ziekenhuizen aan die verplichting ook kunnen voldoen. Dus ik wil daarmee volstaan dat het een traject is, welke nog even zal gaan duren, maar er zijn wel duidelijke ideeën en ik heb het met de ziekenhuisraad, of althans met de directies van een aantal ziekenhuizen gevraagd, aan de directies gevraagd van helpen jullie ons met die inzichten en het moet ook zijn natuurlijk met inclusiviteit van de vakbeweging, van de vakbonden in de zorg. Het personeel moet betrokken zijn en weten waar we naartoe gaan, want je wilt niet hebben dat je zaken oplegt. Dus dat is voor wat betreft de loonreeks en uw vraag met betrekking tot die gap, althans die significante verhoging, aanpassing van die tarieven. Laten we één ding voorop stellen. Ik houd natuurlijk rekening met datgene wat u zegt. Dat boos worden en chaos. We hebben te maken met een nationale health security issue. En wanneer we als regering dat constateren, dan moet je ook maatregelen kunnen treffen om je samenleving te beschermen. Dus de maatregel die is genomen is ingegeven, dan moet ik het zo zeggen, is ingegeven door onder andere het feit dat er een dreiging is voor onze nationale gezondheidsveiligheid. Dat de toegang tot zorg, de bereikbaarheid van zorg, zeker voor wat betreft de tertiaire zorg, bedreigd wordt en dat er een issue is en dat je alles in het spel moet gooien om zoveel mogelijk jouw samenleving te beschermen. En dat, daarmee wil ik volstaan. Ja. Vanessa Emanuelson, Radio 10. U heeft het gehad over de instroom en de uitstroom en hoe u dat wil aanpakken. Maar die uitstroom is vele malen groter. En de belangrijkste componenten hierin zijn de lage lonen, die ook nog onderhevig zijn aan een enorme inflatie. En als je terug zou gaan, is dat bijna 60% sinds de lonen achterhaald zijn. Als u nu zegt, we gaan iets doen aan de opleidingen, maar we gaan tegelijkertijd onze gezondheidszorg beschermen door muren op te trekken. Eigenlijk te voorkomen dat ze weggaan met het verhogen van de tarieven. Niet om te pesten, maar om ze binnen te houden. Als mensen niet uitkomen met hun salaris, gaat u ze niet binnenhouden door die muren omhoog te trekken? Want welke garantie heeft u dat ze blijven? Oké, het is nu $1000, dan ga ik zeg maar in de voedingssector, ik ga cateren of whatever, ergens waar ik kan verdienen om uit te komen. Die toelagen, hoe gaat u garanderen dat u ze in die zorg houdt? Dat is dus wat ik me nu afvraag, dat is één, want er zijn ook mensen die 2 en 3 jobs hebben om uit te komen. Als ze daar meer verdienen en dit gebeurt nu, kunnen ze even goed die richting opgaan. Is nog geen oplossing voor het probleem in de gezondheidszorg. Dat van die toelagen. Als ik het goed begrepen heb, is het vooral voor IC. Als ik het goed begrepen heb, is dat vooral voor de IC. Tertiaire zorg, oké. Gediplomeerd, bevoegd, bekwaam. Hoeveel, wat is het percentage van mensen die dat dus gaan ontvangen ten opzichte van die grote groep die nu het werk opvangt van allemaal die al zijn weggetrokken, die al overwerkt zijn en nog steeds niet uitkomen en nog steeds de straat opgaan en nog steeds via de bond proberen om hun inkomen te verhogen. Gaat dit niet nog meer jugu-jugu veroorzaken? Hoe gaat u dat opvangen? Want ik weet zeker dat er nu al reacties zijn. ik durf niet eens naar die apps te kijken.
En dan heeft u ook nog aangehaald, net, toelagen zijn functioneel, maar dit is dan weer een toelage. Dus die toelagencultuur gaat door. Wanneer komt dat gedeelte van de kwestie van de loon, de nieuwe loonreeks? De bonden hebben laatst ook aangehaald. Er was ook een toelage om ervoor te zorgen dat ze hier blijven. Dat was ook een manier om ze eigenlijk die push te geven om niet weg te gaan. Die toelage is niet uitgekeerd in juli. U vond dat het gelijkgesteld moest worden aan de koopkrachtversterking. Maar ze hebben dat vorig jaar juli wel gehad. Waarom is dat dit jaar anders gegaan? En als u daar al zo'n beslissing neemt, maar nu komt met deze beslissingen van die toelage en het optrekken van de tarieven. Ik durf bijna niet te zeggen wat er nu gaat gebeuren. En u zegt, u weet niet waarom ze op straat zijn. Goed. Wat is uw vraag eigenlijk? Hoe gaat u opvangen wat de reacties zijn hierop? Wat er gaat gebeuren? Er gaat een reactie komen hierop. Wat gebeurt er met de mensen die niet voldoen aan de criteria voor die 5000 toelagen? Oké, uw vraag is maar wel, laat me hierop ingaan. En nog een laatste. Waarom is de bond betrokken bij dat besluit? Zo niet, waarom niet? Oké. Heel kort. Ik kan heel diep ingaan op alle vragen die gesteld zijn. Maar de toelage, u hebt een aantal zaken genoemd. Toelage, en, die is geïnitieerd in 2023. Dat heeft, is de eerste stap geweest om zorgwerkers te behouden, te werven en in elk geval om richting het brain drain effect wordt gemitigeerd. Dus dat we dat zoveel mogelijk probeerden tegen te gaan. En dat hebben we gedaan door niet één bedrag, maar zijn 16 verschillende groepen die verschillende bedragen variëren tussen toen 2.500 netto tot 6.500 SRD per maand toekenden. En met die laatste aanpassing van de koopkrachtversterking in januari, dat wij daar een aanpassing hebben gehad van 1000 SRD extra op die toelage. Dat is per januari. U zegt dat vorig jaar de bonden dat wel hebben gehad en dit jaar niet. Ik weet niet waar u die informatie heeft, maar die informatie is dat het feit is dat de toelage in juli vorig jaar niet betaald is. Dat was afgesproken en dat is ook zo conform uitgevoerd. Er was een andere situatie bij het AZP, dat het AZP juli wel had betaald, maar dat was voor 6 maanden. Dus dan is die laatste maand die de andere ziekenhuizen hebben gehad, die juli niet betaald hadden, in AZP niet betaald. En daarom dat de bond van het AZP die ene maand nog claimt. Dus dat is de verklaring en dat is meerdere malen ook gecommuniceerd door het ministerie, de directie van AZP aan de bond. Er is zelfs een rechtszaak gaande, denk ik, in comparitie over die discussie over die ene maand. Maar ik kan u wel zeggen dat het vorig jaar niet betaald is. Dit jaar hebben we een situatie gehad dat wij de bonden hebben geïnformeerd dat precies zoals in 2023 gegaan is. En let wel, u zegt steeds u, maar het is de regering die een besluit neemt. Ik ben gebonden aan besluiten die de regering in regeringsverband neemt. En als wij zeggen dat ambtenaren, dat er voorzieningen getroffen worden voor ambtenaren en gelijkgestelden en ziekenhuispersoneel gelijkgesteld is, zeker bij de overheidsziekenhuizen, dan ga je er ook van uit dat dat wat geldt voor de ambtenaren ook moet gelden voor het ziekenhuispersoneel. Goed, het is een specifieke issue die is belicht. Er is zelfs een kort geding geweest vorige week of 2 weken terug over die acties die gaande waren. De rechter heeft daar een duidelijke uitspraak over gedaan dat het stakingsrecht niet misbruikt mag worden door constant in vergadering bijeen te blijven of op straat te gaan, zoals vandaag. Want ik weet het nog steeds niet, mevrouw Botsen. U vraagt mij als ik het niet weet. Ik weet het niet als minister. Als u dat weet, kunt u me ook zeggen waarom men op straat was. Maar belangrijk is de kwestie van die toelage, ook dat wordt bekeken en is bekeken door het
onderhandelingsorgaan van de overheid. En ik denk in de komende dagen hoort u wat meer over dat advies, want er is al een advies van het OO naar de regering. En het ministerie van Financiën en Volksgezondheid zijn bezig om het advies welke gegevens door het OO nader uit te werken. Dus wat betreft die uitkering van de maand juli. Want feit is wel dat die toelage een koopkrachtvoorziening is, maar wel uniek is voor die zorgsector. Dus het is daarom ook, zeg ik, ik heb bewust gezegd, daarom zeg ik zeg, toen de regering in december of januari dit jaar besloten heeft om de koopkrachtversterking met 1000 SRI aan te passen, is de zorgsector daarbij niet achtergebleven. We hebben daar ook die 1000 SRI aanpassing gepleegd. Dus om nu te zeggen door de bond dat het geen koopkrachtvoorziening is, dan weet ik niet waarom we die 1000 SRI hebben toegevoegd, want er is geen onderhandeling geweest over die 1000 SRI apart. Het is gewoon als directe uitvloeisel geweest van het besluit van de regering om die 1000 SRI aan te passen. Maar goed, die discussie, andere discussie. U hoort binnenkort en binnenkort over het besluit over die ene maand. Dus daar wil ik meegeven. Als men daarvoor op straat was, misschien, mevrouw Botsen, dan krijgt u het, ja, zeker. De toelage nu is wederom een toelage, ja, maar het is een tussenstap. Het is een tussenstap met een bepaald doel. Het is duidelijk geformuleerd aan welke criteria men moet voldoen. Het is geen algemene toelage. U bent bang voor de reacties. Wij zijn natuurlijk, wij weten nog niet welke reacties daar zullen ontstaan. Maar die toelage, we hebben het ook duidelijk. Het is ook de vakbeweging, om het maar zo te noemen, ik volg ook soms de interviews. Het is ook de vakbeweging die pleit voor brain drain aanpak. Het is ook de vakbeweging die zegt, deze skilled workers, deze extra gespecialiseerde verpleegkundigen moet de regering beter waarderen. Dus de ratio achter het toekennen van een toelage voor dat segment in die zorg is gegrond. Die ratio is bediscussieerd. Er is overleg geweest met de directie van het AZP. Ik denk dat er ook al een beetje informeel overleg geweest is met de vakbond. Ik hoop dat ik duidelijk ben dat we met z'n allen de handen in één moeten slaan om onze samenleving te beschermen. En als we van elke toelage een algemene toelage willen maken, gaan we het probleem nooit goed kunnen oplossen. Laat me dat duidelijk zeggen. We geven nu 26 miljoen SRD per maand uit aan die brain drain toelage. Het is het initiatief geweest van de directies met het ministerie, waarbij later ook de vakbonden betrokken waren voor die brain drain toelage in de eerste aanleg. En later is het ministerie geweest die ook de subsidieontvangende instellingen in de eerste lijn betrokken heeft om ook die voorziening te krijgen. En u snapt dat we 26 miljoen SRD nu uitgeven, maar vandaag zitten we al 2 uur hier te praten over een serieus probleem van brain drain. Dus moeten we zeggen, we stoppen die brain drain toelage omdat het misschien niet goed genoeg gewerkt heeft? Nee, het is een eerste stap en nu is er een tweede stap om te gaan richting verduurzaming. Dat heb ik ook gezegd. We gaan richting die verduurzaming van het loon. En ook denk ik, als ik de gesprekken met de vakbonden volg, dat men ook wel gevoelig is voor die ontwikkeling. En dat men ook dat wil zien. En natuurlijk ook veel beter willen gaan verdienen. Maar helaas, we moeten ook rekening houden met die Surinaamse realiteit. In Jamaica betaalt een ziekenhuis tussen de $3,000 en $4,000 netto aan een verpleegkundige. US dollars. Maar weet u dat Jamaica het hoogste migratiecijfer heeft in de regio? Oké. Dus er is het salaris aanpassen zal niet alleen, of is niet alleen nodig om het brain drain vraagstuk op te lossen. Wij adresseren hier een bepaalde issue. Ik heb uitgelegd hoe het op die toelage zijn gekomen. Ik hoop nogmaals dat er ook medewerking is van de vakbeweging om dit goed door te praten met de leden. Van luister, er is al een toelage algemeen, eigenlijk een brain drain toelage. Nu halen we dat segment nog eruit om nog een extra waardering te geven. En zoals de rapportages zijn, als ik geloof, dan met deze toelage komen we misschien wel ergens op het niveau waar die gespecialiseerde verpleegkundigen tevreden kunnen zijn. Maar we blijven werken en nauwlettend de zaak monitoren
en luisteren en praten met de zorgwerkers om te vernemen wat nog verder gedaan moet worden in de waarderingssfeer. Dus dat is, denk ik, ik weet niet, als de directeur heeft, zie ik een, met een opmerking. Ik wil toch wel wat toevoegen, minister, en dat is dat wij nu met deze toelage specifiek de plekken waar er een grote dreiging is van tekorten aan gespecialiseerde krachten, dat we die plekken moeten garanderen van zorg. En nog mooier, door deze toelage stimuleren we ook de algemene zorg om te kiezen voor die plekken waar we die mensen nodig hebben. Dus het is eigenlijk een soort carrière mogelijkheid creëren voor de mensen. Ook even naar de tijd, is 8:30. Ik denk dat er nog één vraag of twee vragen kunnen toestaan. En dan kunnen we, want ik heb geen conferentie hoor, dus maar we kunnen niet de hele avond doorgaan ook. Vishmani Thomas van Suriname Herald. We weten dat er een overeenkomst is gekomen met het Slands Hospitaal om gekwalificeerd kader naar AZP te komen te werken. Om hoeveel personeelsleden gaat het? En wanneer gaan ze beginnen met het werk? En wat zijn de afspraken? Krijgen ze een bepaalde vergoeding? Of is er een soort swap van personeel? Want ik weet, Slands gaat niet zomaar zijn personeel afstaan, toch? Wanneer we praten inderdaad over een van de instroom, laat me zeggen, jullie hebben in jullie persbericht aangegeven dat jullie een aantal stappen zullen initiëren, interne overplaatsing van verpleegkundigen van de algemene afdeling naar de meer kritieke afdeling. We weten dat eigenlijk op alle afdelingen er een probleem is aan personeel. Is het niet juist een ander probleem gaan creëren voor het heel systeem? Bij AZP, ik wil toch teruggaan naar de PICU en de NICU-afdeling. We weten dat wanneer je kinderen hebt in couveuses, die minimaal soms een maand blijven, anderhalf maand. In de tussen heb je weer een prematuurtje. Wat zorgwekkend was dat er keuze moet worden gemaakt van de situatie van een prematuurtje. Wie heeft meer overlevingskansen? Waarom ik dit heel belangrijk vind, ik ben moeder van een prematuur kindje. Ze is vandaag aan de dag 13 jaar dankzij de afdeling bij AZP. En ik weet hoe belangrijk het is. Wanneer we praten over het brengen van $250 naar $1,000... is er wettelijke basis geweest ervan? Hoe heeft de breakdown plaatsgevonden om te gaan naar direct $1,000? Ja, ik heb maar één vraag. Die 5000, over die 5000, hoeveel is de brain drain toelage nu? En de mensen die in aanmerking komen voor die 5000, komt dit op die bestaande brain drain toelage? En een collega die vragen gesteld, er zijn, hoe heet het? Voorwaarden om in aanmerking ervoor te komen. Maar nu worden er mensen on the job getraind om het werk te doen. Komen die mensen ook in aanmerking? Want ik bedoel, je bent on the job, je voldoet dan toch nog niet aan alle voorwaarden. Kom je dan wel in aanmerking? Want als je niet in aanmerking komt, neem ik aan, gaan mensen het werk niet meer willen doen, toch? Misschien moet ik even ingaan op de vragen. Ik hoop dat ik ze allemaal onthouden heb, want ik heb niet geschreven. Voor de duidelijkheid met betrekking tot het verschuiven van personeel, mensen van Slans en gaan zomaar door. Dat is iets dat we dus continu aan het doen zijn. We hebben het al gezegd, want hij heeft het ook gezien aan de cijfers die de minister gepresenteerd heeft. De situatie waar we vandaag verkeren is niet iets van vandaag. Het is al een tijdje gaande. En we hebben vandaag inderdaad over dus, wat er gebeurt op dus de kinderintensieve zorgafdelingen. Maar gelooft u me, het is ziekenhuisbreed. Dat is ook genoegzaam bekend binnen die samenleving. Een voorbeeld, wat men misschien vaak genoeg vergeet, is dat onze operatiekamer unit draait op 50% capaciteit. En dat is al jaren zo, al ruim 4 jaren draaien we op 50% capaciteit. En dat zegt al veel. Dat betekent gegeven dat je dus inderdaad operaties of mensen die geopereerd moeten worden gepland, die stel je langer uit. Je bent gegeven moment, je moet dan de mensen met spoed proberen gegeven moment zo snel als mogelijk te plannen en ga zomaar door. Om aan te geven wat er dus precies gebeurt.
We hebben gegeven moment op dit moment in het academisch ziekenhuis een absoluut tekort aan verpleegkundigen van 120. Dus u snapt, wij moeten feitelijk een brug slaan om uiteindelijk die 120 plekken in te vullen. Willen wij geven met in ieder geval wat we nu hebben behouden en ook nogal wat uitbreiding te doen. Dan had u nog een vraag, als ik me niet vergis, met betrekking tot, was het de Picunicu? Ja, dus kijk, het is, nee, voor de duidelijkheid. U heeft gezien, we hebben vanuit het ziekenhuis hebben we een oproep geplaatst. We hebben dat bewust gedaan. Ik heb het net gezegd, we hebben een tekort aan, absoluut tekort, 120 verpleegkundigen. We hebben een oproep geplaatst. Binnen een dag, moet ik zeggen, hebben we zeker iets meer dan 100 reacties binnengekregen. En het gaat dus nu gaan. Ik kreeg net nog een bericht van, het gaat heel hard. We hebben uit onze eerste... onze eerste filter hebben we er al 60 geïnteresseerden gehad. En zeker 37 mensen met een die echt gewoon een verpleegkundig A-diploma die part-time zullen komen werken. Terugkomt op uw vraag met betrekking tot slaans, hoeveel of hoeveel niet. Ik zei het al op een gegeven moment denk ik bij een vraagstelling met betrekking tot slaans. Elk ziekenhuis heeft een bepaald aantal medewerkers die op dit moment hiermee ook al ingezet zijn. Dus je kan niet iemand per direct zeggen van, hey, morgen heb je de mensen al. We hebben een planning uitgezet, op welk termijn de mensen komen, hoeveel er komen en ga zomaar door. Er zijn niet zoveel. Het academisch ziekenhuis heeft ongeveer voor het Slaans Hospitaal, als het gaat om gespecialiseerd personeel die in staat is om op een kinder-highcare afdeling te werken, zijn het er 8. En als ik me niet vergis, van de 8 high-care verpleegkundigen van het Slaans Hospitaal zijn er ook al enkele vertrokken. Dus zij hebben op een gegeven moment ook beschikking over 4, 5, als ik me niet vergis. Houdt u me dat even ten goede. Dus u snapt, het probleem constateert niet alleen binnen het academisch ziekenhuis, maar ook de overige ziekenhuizen hebben last van dus die brain drain. Ja, met betrekking tot die 5000... dan wil ik het geven misschien toch even gewoon het woord richten aan personeel van het academisch ziekenhuis. Ik weet dat er een gegeven moment natuurlijk, het is nu al een gegeven moment in de media bekend, dat er een 5000 gegeven zal worden aan wij noemen het binnen het ziekenhuis, onze high qualified personeel. Maar dat wil niet zeggen dat we de rest vergeten zijn. Dat wil niet zeggen dat de mensen die met bepaalde competenties op de afdeling werken, niet in aanmerking zullen komen van wat dan ook. De 5000 is in principe gegeven het maximaal bedrag dat aan de high qualified personeel gegeven zal worden. Maar gelooft u me, we gaan geven in de komende weken, en dat zal ik doen als directeur, intensief met het bestuur van de ABLAS aan tafel om ervoor te zorgen dat we dus de zorg die wij hier in stand moeten houden, dat we gewoon voort kunnen zetten. We gaan niemand vergeten. Dus geeft u ons de ruimte. Raakt u niet in paniek. We zijn bezig. Nog één vraag stellen, minister. De directeur wil ingaan op die breakdown die u hebt gevraagd. Dus u vraagt naar de rechtvaardiging van een bedrag van $1000. We kijken niet naar die 250 SRD. We kijken naar $1000. En in principe, als ik mijn berekening ga maken, dan is die $1000 nog laag, aan de lage kant. Waarom? Omdat je, kijk, een gewone ziekenhuis lichtdagtarief is 2000 SRD. Van een IC-NUQ is veel hoger. Laten we die 2000 SRD nemen, die ook laag is. Maal 30 dagen is $60,000. Dat is al $2000. Eén verpleegkundige weg uit de NICU, die kan ervoor zorgen dat ik 1 bed minder heb. Inkomstenderving voor het ziekenhuis is voor een maand $2000. En het kost me meer dan een maand om iemand daar te zetten om te vervangen. Dus eigenlijk moet ik naar 5000 gaan. Maar dat is alleen om u uit te leggen waarom ik 1000 niet te hoog vind. Natuurlijk, alles wordt vastgelegd het is een raadsvoorstel. Dat is vandaag goedgekeurd. Er komt daaruit een beschikking. En alles wordt eerst goed voorbereid. Maar de ingangsdatum is ook al vastgelegd. Dus natuurlijk gaan we geen dingen doen die geen legale basis hebben. En we laten alles uitzoeken door onze juristen voordat we overgaan tot deze zaken. En we gaan nog 1 laatste vraag. Mevrouw Botse heeft er behoefte aan. En dan gaan we deze persconferentie wel beëindigen. In maart van dit jaar
Trouwens, u zei net, we zeggen u, want u bent namelijk de verantwoordelijke minister. Dus vandaar dat we u zeggen, hè? En niet jullie. Want u zit hier als de verantwoordelijke minister en namens de regering. U heeft in maart, is er in de regeringsvergadering besloten, en het heeft u dat ook medegedeeld, dat er $710.000 ontvangen zal worden om aankopen te doen voor de intensief zorg voor de bijbehorende verbruiksartikelen. Hoe staat het daarmee? Is dat inmiddels al geregeld? Wat is met die $710.000 gebeurd? Nee, ik heb er geen moeite mee dat u zegt hoor. En dat u mij verantwoordelijk stelt. Ik bedoel, ik ben op de hoogte van mijn verantwoordelijkheid en de positie die ik bekleed. Maar ik heb het gezegd omdat niet alleen meneer Ramadien beleid maakt. Het wordt in overleg gedaan. We hebben inclusief beleid. We betrekken en we nemen ook gezamenlijk besluiten. Ook als regering nemen we besluiten. Want ik ben niet die cowboy in de regering die op zich eigen pad gaat. Ja, nee, maar natuurlijk, maar daarom zijn wij hier toch? Om zaken op te lossen. Dus omdat ik merk, en er is absoluut geen probleem daarmee, omdat alle pijlen wijzen richting één persoon, maar we moeten ook kijken, er zijn gedelegeerde verantwoordelijkheden, er zijn verantwoordelijkheden bij verschillende zaken, ook directies hebben, ook RVC's hebben verantwoordelijkheden. Ook het ministerie heeft de verantwoordelijkheid, onze werkarmen. En iedereen heeft een bepaalde rol en verantwoordelijkheid en taak. Dus wanneer uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de minister, maar die is ook onderdeel van de regering. Dus zo worden er besluiten genomen. Met betrekking tot de 710.000 waar u naar refereert, moet ik zeggen, dat is één van de zaken. Er zijn meerdere zaken die goedgekeurd zijn door de regering om in te komen voor wat betreft diverse verbruiksartikelen. Er was een noodoproep, we hebben daar ook goedkeuring aan gegeven. Het proces tot geraken tot inderdaad uitvoering en inderdaad inkopen, aankopen, is een lang proces. En er zijn weliswaar ook een heleboel andere projecten, processen die lopen. Ik moet zeggen dat van dit project, ik weet niet, de directeur is hier. Er is een proces gaande van autorisatie, et cetera. Maar ik kan u wel zeggen dat als iets goedgekeurd is, het uitgevoerd gaat worden. Maar er zijn ook een heleboel andere zaken die goedgekeurd zijn, ook al uitgevoerd zijn. Bijvoorbeeld, ik noem het maar, onderhoudscontracten van een heleboel apparatuur van ziekenhuizen. Projecten die het ziekenhuis het zou willen uitvoeren, maar door de overheid wordt gefinancierd. Ik kan op dit moment, omdat ik die data hier niet bij me heb, ik heb de update van dat project niet bij me. Ik kan het in een ander stadium aan u doorgeven, maar het zal zo zijn dat het traject is raadsvoorstel, je gaat naar autorisatie en dan ga je uiteindelijk naar een resu. En mevrouw Botsen, ik zeg u nogmaals, ik heb u gezegd ja of nee. Ik zeg, ik kan u nu op dit moment niet aangeven, maar het is ook een dynamisch proces waarbij er continu aankopen gedaan worden, ook door het ziekenhuis, voor noodzakelijke dingen. Dus ontslaat u me van die vraag. Komt u op een later stadium terug of op een andere dag kan ik u dan het antwoord geven. Want dan kan ik het specifiek natrekken. Oké. Okay. Minister, ik moet nog even op een laatste vraag antwoord geven met betrekking tot dus de toelage. De vraag is gesteld vanuit de mensen die meekijken. Komt die 5000 bovenop dus de huidige braindrain toelage, maar even zo te noemen. Want eigenlijk is het geeft mensen zoals wij het kennen. Overbruggingstoelagen en werving en behoud. Ja, het komt bovenop dus wat men dus nu uitgekeerd kreeg. En er was even nog een vraag. Hoeveel is dus de huidige braindrain toelage? Dat is een range, want het verschilt natuurlijk per functiegroep. En range is dus tussen 3500 en 6500. Ik hoop dat ik uw vraag dan beantwoord heb. Ik was vergeten dat ik in conferentie was, maar bij deze wil ik deze persconferentie beëindigen. En wil ik u bedanken voor uw aanwezigheid en voor de tijd die wij met elkaar hebben doorgebracht om in te gaan op diverse zaken. En uiteraard, u weet, het ministerie van Volksgezondheid is bereikbaar voor ieder. U mag alle tijden contact maken met ons om nog vragen die er bestaan eventueel te beantwoord te krijgen. Dus bedankt, fijne avond ook aan alle kijkers en luisteraars. Die deze persconferentie hebben gevolgd. Goedenavond.